Goedemorgen, vandaag is woensdag 6 maart. Ik voel me gisteren voel me een stuk beter. Vandaag is een beetje, niet vandaag is oké, maar om 5 uur werd ik wakker en ik voel me niet zo lekker. Ik voel me nog steeds win, maar alles nu wakker wordt niet zo meer. Ik hoop vanavond vroeg ik mijn man om weer mij te masseren en misschien kroken ook voor de rug. Eigenlijk moet vanaf hier tot de voeten zien, dat is de beste. Ja, maar ik moet even douchen en dan naar beneden. Yes, actie. I love you. Vandaag gebruik ik beauty producten. Scrub. Face scrub. Tandpasta. Toner. Oh, creme. Body oil. Body lotion. En dag creme. Hebben wij felicitatiekaart of niet? Oh, we hebben hier toch blijkbaar de kaart voor feliciteren mensen nodig. Een paar deus. Voor vrouw, hier naast, daar naast, is bevallen van een jongetje. Maar we hebben nog geen kaart. En we willen eigenlijk bezoeken. Maar ja, ik verkouden. Ik ben niet zo fit. Mijn man ook niet zo fit. Dus ja, niet zo goed idee om bezoeken. Ik wil de baby zien. Oh. Deze jeans. Oh, zo lekker. Lekker zacht. Kijk, een beetje stretchy. Maar lekker zacht. Deze heb ik bij de Zara gekocht toen. Mijn planning alleen voor felicitatiekaart. Maar ik neem deze. Felicitatiekaart kopen voor alles nodig. Maar ik heb een paar dingetjes meegenomen. Ik ga aan jullie laten zien. Kaart. It's a boy. Maar ik heb ook nog andere kaart. Deze is bij de boekenwinkel. Zo, simpel, maar wel leuk met dit, vind ik. Maar wel echt duur. €2,50. My god. En ik heb ook bij de cement, deze 50 cent. Misschien ooit moeten dibuy in de buurt hier. En nog deze, maar ik vind zo deze, ja. Nee. Ik vind deze is beter, itu vind ik. Simpel, maar leuk als deze toch handen van iemand anders, niet eigen, snapt? Wat ik bedoel? Maar ja, dus ik, daarom ik heb deze andere gekocht. Toen ik heb deze. Dus deze is aankopen, deze is bij de Siemens gekocht, want ik heb nog deze nodig, eentje. Ik koop genoeg. Maar we hebben vrij best wel dun, kijk. Beetje transparant, beetje kan zichtbaar. De kleur niet alles deze, wel goed dobbel, maar alles en dan. Maar ja, ik heb al gekocht de andere dus ja, en ik heb nog eentje nodig en best wel lang. Eigenlijk heb lang, dus hij is lang eigenlijk voor tafel, maar ik help knippen en dan kan samen met andere. Knippen. En dan onderbroek voor Jess. Die jongetje wordt groot. Dus grote maat. Grote maat en dure prijs. En sokjes ook, grote maat. En Maria een paar. Vijf verschillende. Zwart, de meeste allemaal zwart. Niet zo veel patroontjes. Deze portemonnee. En ik heb eigenlijk aan de... Oh ja. Deze eentje gekocht. En euro. Mijn planning is deze alle
pas terakhir erin doen kan makleker alles dan pasta. So it, ik heb gezien op Instagram op 5 minuten craft hack. So it, hey, dat is toch leuk idee en leuke patroontjes. So that en dan ik wil eigenlijk deze koppen. Kijk, twee verschillende kleurtjes deze. En it's a creme wit of zachte roze, maar geen meer. Maar ik bewaar wel, no? Je weet maar nooit. Dus ik koop andere kleur. Deze kleur, beetje paarse eigenlijk. Daar, op de beetje paarse. En deze is zachte, zachte pastel. Raar. Deze en nog andere. Deze, ik weet het niet pas op niet, maar want ik wil verder met de sweater maken. Deze twee. En deze ook bezig met andere kleur, maar ik wil andere kleur, want een beetje grijze, dus een beetje kleurig dacht ik. Dus deze. Maar bij de de style, een beetje erg zwart, zo iets. Zwart stipjes. En dan heb ik nog oh ja, deze. Voor mij, ik heb deze is bij mannen afdeling. Voor hemd binnen. Vroeger heb ik altijd van dure merken. 24 euro, zoiets. En nu, 4 euro. Ik heb een paar, maar in maat M. Maar nu wil ik in maat L. Lekker ruimte. Deze, en dan heb ik deze gezien. Ik heb een paar dozen misschien kan gebruiken voor wat noemen dat ding opbergen doos opbergen maar we moeten toch netjes die doen deze eigenlijk is cushion hoes maar ik kan knippen en kan openen half openen en dan dat en euro per stuk verschillende deze ik heb twee voor binnenkant, kan netjes zeg maar. En dan deze, ik alleen maar eentje gezien, deze ook een eentje gezien, jammer, anders ik heb ook een paar nog. Zo, lekker kleurig, toch? Beetje vrolijk. Dat was het, mini. Oeh, al 5 minuutjes. Test, test, test. Wat zei jij, test? Wat zeg je? Yes! Kijk over de schrift. 1, 2, 3. Yes, this is this. Yes. 7, 8. 8. Yeah. 8. 8. Yes, this is. We wachten this. Nu weer bij de crowdfunding. Yes, yes, yes. Die al hebben, ja. Deze leuke hartjes. Ja. En deze. Maar deze is ook leuk. Ja, deze ook. Hier zit Rex bij. Oh ja, die itunya. We hebben deze gekocht. We proberen. Dus er is twee varianten. Dit. Andersom. Dit. En pad en chocoladepoeder. Chocoladepoeder daar. En de pad is al daar. Hierin. Ja. Is dit goed met zo? En dan kan ik het wel oh ja. Het is schaumje. Ja, een soort schaumje, kijk. Cremeje. De cremeje, dus. Kijk. Oeh, ziet er lekker uit, Jessie. Ik zou wel willen, ja. Nou, dat is het untuk Jessie. Mm-hmm. Kom, strak roeren. En ja. Ambil. Apa? Diambil en dan roeren. Roeren. Best wel, roer. 2 euro. 2 euro en een 30. Best wel, roer. Moet je roeren nog de kant straks dan? Ja, ini juga. Sudah mulai. Proeven. Ik ga proeven. Hati-hati panas. Pakai sendok, roer. Ya, met de sendok zo. Ja. Is mama het proberen? Ja, hij is nog heet. Ja, tentu saja. Wel lekker. Als dit die op.
Lekker. Niet te zoet. Vind mama lekker. Deze gemaakt hoera. Jess 9 jaar. Voor oud printen straks. Dan kan op de, apa namanya Jessy? Op de verpakking van de snacky plakken. Voor traksasi op school. Opa, wanneer is dat? Traksasinya? Transaksinya kapan? 14 Maret transaksinya. Dus, gelukkig heb ik deze klaar. Dus, one on the printer is a zwart-wit. Dus, gewoon zwart-wit ook deze. Dan kan hier heb ik aantal. Kijk, zie. Hoera, negen, yes, yes, hoera, yes, hoera. Oh, moet de ruimte maken natuurlijk. Deze tandpasta ini deze doen. Ben benieuwd. Man like my handen. Zoals op de Instagram idee. Eindelijk komt ie. Zie. Yes. Ja, dat is toch handig. Ja, 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 ja. Yes. Alleen niet zo vol. Moest misschien nog een paar. En de sep de tandpasta. Maar ik heb twee verschillende gemengen. Ik weet dat dit goed of niet. Allebei witte. Ik wil witte tandjes. En deze. Wit en natuurlijk. Fris. Dus, yes. Ik heb lekker gemasseerd door mijn man, dankjewel. Bedankt voor het kijken, ik sluit deze video. Tot de volgende keer, doei. Oh ja, ik voel me een stuk beter. Niet zo griep meer. Wel, ik voel nog een stipetje in, maar niet zo erg meer. Met alle sister aan de avond. Doei.